Oké, hij is weg. De T-Rex komt! De verdomde T-Rex komt! Here he is! The monster himself! Jurassic World Evolution 2, de tweede game van de Jurassic Park games, is eindelijk uitgekomen. Sommigen van jullie weten misschien nog wel dat ik de eerste game ook op mijn kanaal heb gedaan toen... Toen ging het best wel rampzalig. Ik was toen niet heel erg goed in het spel. Waarschijnlijk nu nog steeds niet. Maar vandaag wil ik niet een normale game spelen. Ja, dus ik wil niet een normaal met een tycoon beginnen. Nee, ik wil vandaag in de Chaos Theory duiken. En in de Chaos Theory speel je dus een soort van de events van de films na. Alleen dan goed. Want zo'n beetje in elke film gaat het mis. Alleen jij moet ervoor zorgen dat het niet misgaat. Dus hier hebben we de films. Jurassic Park. The Lost World, Jurassic Park 3, Jurassic World en Jurassic World Fallen Kingdom. Welke willen we spelen? Ik ga wel een beetje naar de eerste toe, want dat is sick. Dat kent iedereen. Alleen die Mosasaurus met die haai is zo verleidelijk. Ik stem toch maar voor Jurassic World. Jurassic World heb ik zelf ook gezien. Jurassic Park volgens mij ook, maar voor de rest de anderen niet. I'm sorry, ik ben best wel een newbie in de world van Jurassic Park. This is where our journey continues. Continues. Ik speel ze niet in volgorde, meneer. Isla Nublar. This time, it's not just a park. It's a world. Simon Masrani believed he could succeed where others before him failed. Maybe if he had you there to guide him, things would have turned out differently. Nou, ik zou niet zo zeker zijn van je zaak, meneer. The most desirable destination on the planet. New shows. New exhibits, and yes, new dinosaurs too. The miracles of science meets the magic of entertainment. You're not content. Oh, die ballen waar je zo heen rond kan gaan. No, you're being put smack dab in the middle of them, safely. That was the hope, anyway. And who's afraid of a little water? Ooh. But what's swimming in that water? Well. Zou toch sick zijn? Ik ga zo wel even iets vertellen. And if that's not enough, what about the dinosaurs nature didn't create? Jurassic Park is niet de beste film op aarde, maar de feel. Het was origineel. Niemand had nou echt een goede, gewoon een dinosaurusfilm gemaakt. Maar de feel, je kon je zo makkelijk in die wereld verplaatsen. Toen je voor het eerst die shot zag met die Mosasaurus die dan die haai pakt. Dat zag je voor je. Je kon jezelf zo makkelijk in je hoofd in die tribune zetten. Dat hebben ze wel zo goed gedaan. Dus daar wil ik ze even props voor geven. Niet dat het ze echt boeit, maar alsnog. Oké, construct en... Stop! Ik weet nog dat jij zo irritant was in de eerste game. Hier staat construct een operational science center. Dus we moeten nu een wetenschapscentrum maken. We verliezen nu al geld. €70, dat is niet goed. Die moet toch wel een beetje weg van de mensen. Dus als we die gewoon even hier zetten. Kijk, gewoon eventjes hier. Bam! Check dit. Oh, dit vind ik altijd zo leuker uitzien. Die bouwanimatie. Hier, daar zat gewoon een kraan, joh. Oké, ondertussen kunnen we ook even wat power gaan maken. Backup generator. Pion. Small substation. You must first research it. Dan gaan we nu maar eventjes voor een backup generator. Oké, dan gaan we ook even paths. Zo. Construct an operational response facility. En paleo medical facility. Hou je mond. Oké, dus we moeten een medical facility en een response facility. Oh jeetje. Response en medical. You must first research it. Damn, son. Dit is volgens mij nieuw. Ik kan me niet herinneren dat er een research tree was. Oké, we kunnen alleen deze doen. Dan krijgen we een response facility. Ja, want voor de rest kunnen we niks. Even kijken, waar is de medical? Oh, die is hier. Have at least 4 scientists employed. Oké, oh, dit weet ik. Ja, je moet dus hier scientists kiezen die hier aan gaan werken. Aan deze upgrade. Dan hebben we nu deze gemaakt. Als het goed is, kunnen we dan nu de response facility. Oh nee, die is nog bezig. Waarom pauzeert die? Assign the appropriate scientist to research. Yes. Oké, hier is die. De response facility. Oké, laten we die eventjes een beetje mooi draaien. Zo, 100.000. Nou, we gaan snel blut. Oké, even kijken. Ja, hier. We moeten 4 scientists employen. Ik weet niet of de game al wil dat we dat gaan doen. Ik neem aan van wel. Zullen we dan even wat goedkoper nemen? Deze is goed in welfare en is lekker goedkoop. Ja. Die willen we. En dan moeten we ook eventjes een nieuwe. Het liefst ook eventjes een hoge welfare.
Welfare 2. 62.000. Ik vind het goed, joh. Oké, dat is dan mooi. Dan kunnen we nu deze gaan researchen. Dus dan gaan we hierheen. View research. Structures. En deze. 150k. En wie zetten we daarop? Die. Oh nee, dat is een beetje overbodig. Even kijken hoor. Ik ben het echt aan het big brainen. Kijk, zo. Hoppa. Hebben we maar twee scientists nodig. Oké, 30 seconden. Dat duurt niet zo erg lang. Deze is nu aan het bouwen. Dit heeft vast goed zo power. Dan zetten we even paden neer. Zo, ik kan niet wachten totdat we echt dino's gaan kopen, zeg maar. Oh, wat een lelijk pad. Oh, wat verschrikkelijk. Wat is dit dan? Oh, het gaat omhoog. Vandaar. Oké, ik dacht al. Kijk, zo ziet het er heel raar uit. Zo, eventjes speeden. Speeden we er even doorheen. Yes, dan kunnen we nu deze gaan bouwen. De medical facility. Gewoon even alle facilities bij elkaar. Ik wil eigenlijk het liefst dat water daar even weg hebben. Alleen dat kost geld. Oké, en hier wil ik eigenlijk ook wel kooien gaan plaatsen. Misschien moet ik het veel verder weg plaatsen. Ik ben geen pro. Oké, dan kunnen we hier ook nog eventjes een nieuw pad neerzetten. Zo, en dan kunnen we lekker zo. Hoppa, kijk. En dan hebben we gewoon hier allemaal facilities staan. Hoppa, even spoelen. Kijk. Oh, Simon. Dinosaurs. Doe me een beetje denken aan die guy van Far Cry 3. Look at that towel. Crap, wat moet ik doen? Moet ik hem... Oh, moet ik hem gaan zoeken? Oké, weet je wat? We gaan wel eventjes een enclosure maken. Eventjes een leuke viewing area opzetten. Kijk, zo. Hoppa, dan kunnen ze lekker gaan kijken. Holy moly. Kijk. Ze zo. Kijk, en dit is toch gewoon een mooie enclosure. Dan moeten we wel eventjes wat pionnen. Oh, dat kunnen we helemaal niet. Moet ik dan een nieuwe backup generator? Krijgen we dan pion small power station? Dat moeten we doen. Insufficient skill. Oké, we hebben even iemand nodig met echt hele goede logistics. We hebben hier eentje 3, maar dat is relatief duur. Nou, laten we maar doen. We gaan waarschijnlijk echt bankrupt in echt binnen de kortste keren. Maar waar gaan we dan eventjes die generator zetten? Dat vraag ik me af. Als we die gewoon even... Nee. Oh, transport delivery. Ja, is goed joh. Zet hem maar neer. Hier. Ankylosaurus. Oké, zo dus. Dan moeten we wel echt even power, want anders ontsnappen ze instant. Shit, ze gaan ontsnappen. Oh, crap, 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 crap. No, bouwen, bouwen, bouwen. We moeten echt bouwen. Ondertussen gaan we even researchen. Ik wil even die power station. Nee, niet infrastructuur. Power. Hier, deze. Dan hebben we de small power station. En dat is wat we willen. Require status check. Oh, dat kunnen we wel doen, ja. Het is een hele saaie enclosure, dat weet ik. Jullie hebben letterlijk alleen gras. Dinosaur threat? Wait, what do you mean? Ze kunnen toch niet naar buiten, hoop ik? Oh, crap. Heb ik iets fout gedaan? Hier, ze kunnen toch gewoon mooi kijken? Research available, yes. Oh, wat is dit? Configurable attraction for guests. Oké, alleen de staff is even busy, dus dat kunnen we nog niet doen. Defense level 2. Oké, visibility. It's important to ensure your dinosaurs are visible to the guests from building visibility. Areas around populated buildings with visibility will likely become congested with guests. Plan your park around this. Oh crap, er komen ook nieuwe. Oh shit, we krijgen ook een T-Rex. Yo, zeg dit dan meteen. Oké, we hebben een status check nodig. Nou, dat doen we zo wel. Dat doen we zo wel. Oké, ze zijn geen threat meer. We hebben nu ook research complete. Dus wat we nu kunnen doen is, we kunnen die andere doen. Guest comfort. En waar kunnen we guest attracten? Hier, deze kunnen we dan gaan doen. Voor die en die. Zo. Die starten we dan ook. Transporteer ze maar. We moeten ook, T-Rex. Oh, shit. Oh, crap. Dit is best wel stress. Enclosure fences. We moeten ze ook echt even normaal eten gaan geven. We willen een viewing gallery. Willen we dat? Ja, we willen een viewing gallery. Oké, die zetten we dan een beetje zo neer, snap je? Zo, ik wil niet echt dat ze de facilities namelijk echt zien. Hij krijgt wel een kleine kooi op deze manier. Weet je wat? We zetten hem hier. We zetten hem hier. Hier zetten we de T-Rex. Oh shit, we moeten heel snel zijn. Die T-Rexen komen al bijna. Oké, ze gaan misschien niet meteen ontsnappen. Die verdomde T-Rex. Path not connected. Oké, hij heeft echt een inie-mini kooitje. Dat moet ik wel zeggen. Zo. Respect hoor, dat hij hierin kan leven. Respect. Oké, zo. Dit is niet geweldig. Zullen we dan nu ook eventjes zo'n normale generator? Small subset provides power to structure in the radius when linked to power station by pylons. Transporteren maar. Oh shit. De T-Rex komt. Must be connected to substations to distribute power. Generate 60 power units. Oké, hier. Oh crap, die heeft hem weg nodig. Bulldoze! Oké, ja, oké, hij is weg. De T-Rex komt. De verdomde T-Rex komt. Snel. Rag een
backup generator. Oh nee! Here he is! The monster himself! Oh my damn! Whoa! Holy moly! Whoa. Holy moly, we moeten echt eventjes gaan beginnen met iets doen. Anders ontsnappen deze beesten binnen de kortste keren. Yo, power station is echt spuuglelijk hier. Maar we moeten het maar. We moeten het maar doen. Zo, dat gaan guests echt gewoon zien. Echt zo'n paupergrote power station. Oké, dan moeten we hier ook eventjes de substance power substations. Oké, dat is perfect. Alleen willen we dan gewoon de backup generators weghalen? Ja, die kosten fuel volgens mij. Ja, oké, dat is niet handig. Yes, oké, dat willen we niet. Dat willen we niet. Dan gaan we eventjes deze connecten met een pad. En dan gaan we gewoon even die dingen bouwen. En dan gaan we daarna aan comfort werken. Aan comfort. En hoppa, dan kan hier gewoon een powerlijntje komen. En dan kan deze lekker weg, joh. Die kan lekker weg. En dan kunnen we nu gewoon zo. Met palen. Hier, dan kunnen we gewoon hierheen. Heerlijk dit. Alleen dit ding moet wel even worden afgebouwd, joh. Schiet eens op. Oh ja, ondertussen kunnen we even checks gaan uitvoeren. Want dat moet ook. Dat is nieuw in deze game. Je kan niet meteen zien wat een dino nodig heeft. Daarvoor moet je dus echt buggy sturen. Maar daarvoor hebben we ranger posts. Ranger posts die kunnen dus... die gaan dus... ja, patrouille doen. Dus dan zetten we het even zo. Alleen dan moeten we wel eventjes een gate erin zetten. Dat is handig. Dus als we eventjes hier een gate zetten. Lekker in beeld van iedereen. Ik denk dat mensen dat heel chill vinden als ze dat zien. Dinosaur threat. Wat? Hij is naar buiten. Oh shit. We hebben ontsnapte. We hebben ontsnapte. Dit is niet goed. Direct control. Yo. Oh shit. 5 dino's. 6 dino's ontsnapt. Oh crap. We moeten die fence. We moeten die fence. Die fence. We hebben weliswaar geen gas. Maar dit is heel erg. Nu al. Wat had ik daar aan moeten doen dan? Ik snap dat hij geen comfort heeft. Maar dat ze me gewoon niet vertelt. 1 hit. Snel, we moeten hem tranquilizen. Hoppa, nog een hit. He down, he's down, he's down. Dan gaan we hier uit. Dan kunnen we deze weer gaan transporten. Naar binnen. Demolish. En dan zo. Oké, we moeten ze echt even stuf gaan geven. Wat? Nog één? No way. Ja, maar hier kan ik helemaal niks aan doen. Al die dino's komen zo snel. Ik moet ze zeg maar echt allemaal gewoon... Ze komen in echt 4 minuten komen ze allemaal. Oké, assign a ranger post. Hoppa, kijk, dan kan die daar gaan kijken. Task, ranger team 2. Kijk, die kan bij de T-Rex gaan kijken. Kijk, die is aan het viben. We moeten goed gaan regelen. Ze kunnen op zich nu wel loslopen. Dat is nu niet zo'n heel erg groot probleem. Oh, ik dacht het niet, buddy. Ik dacht het niet. Shit! Ranger team at task. Je moet ze even tranquilizen. Daarna mag je die gaan doen. Daarna mag je die gaan doen. Hier, deze moeten allemaal worden getranquilized. Ondertussen gaat er even worden gecheckt. Kom op, ranger team. Je moet even checken. Area population vindt hij nice. Hij wil meer ground fruit, ground leaf en water. Dat is het. Dit kunnen we fixen, mensen. Ground leaf en water. Oh, maar dit ziet er sick uit. Hier. Het ziet er al meteen best wel officieel uit. Ja, als we een beetje zo doen. We moeten het wel echt vol zetten. Hoppa, ga terug in jullie kooi, joh. Dit ziet er toch heerlijk uit. En dan kunnen we dat even verhogen, joh. Het is allemaal geen probleem. Hier een beetje hoogteverschil. Kijk. Als we hier even een mooi bergje zetten. Kijk eens, joh. Hier, water. Kijk eens. Kijk, dit is perfect. Nu zijn ze blij. Dat weet ik zeker. Nu zijn ze gewoon blij. Ja, hij ontsnapt letterlijk. Kijk, nu moeten ze blij zijn. Nu moeten ze blij zijn. Als we dan nu nog eventjes een tweede enclosure maken, dan gaan we echt alles fixen. Gewoon, ze lopen nu lekker los, joh. Maakt niet uit. We gaan langzaam bankrupt. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Kijk, zo, dan hebben we nu dit. Dan is hier ook power. Zo, als we eventjes eerst de muren fixen. Kijk, we gaan gewoon eventjes een nieuwe start. Ik weet het, het was even een bumpy ride. Dit duurt trouwens zo lang. Waarschijnlijk omdat ik echt zo slecht ben hierin. Zeg maar, deze missie hoort zeg maar een half uur te duren. Just saying. Is er überhaupt nog een dino in deze kooi? Volgens mij niet. Zullen we maar gewoon de triceratopses hierin gaan doen? Dus dan doen we die. Deze doen we hier. Ja, oké, dat is mooi. Kijk, en dan kunnen we hier nog meer try... Nee. Oh, shit! Whoops. Is dit dan een lijk of wat?
Wat moet ik hiermee doen? Doe maar daar. Whoopsie! Dit is echt een ramp. Wat is dit ook? Oh, deze zit vast. Oké, het komt allemaal goed, joh. Het komt allemaal goed. Hier, gate. Die zetten we hier neer. En als we dit even kopiëren, ja, het duurt gewoon heel lang om zo'n environment te maken. Zo, forest, tall fiber, zo. Die moeten blij zijn. Deze is volgens mij ook bijna dood. Die is volgens mij ook dood, ja. De Ankylosaurus kan hierin. Voor de rest hebben we niet heel veel beesten meer. Hebben we nog ergens een T-Rex on the loose? Waar zijn die überhaupt? Oh, shit. Ik weet niet... Oh, daar is de T-Rex. No, eet hem alsjeblieft niet. Hier, forest. Hier, dit is je hoekje aan forest. Zo, dit is dit. Oké, die viewing area past nu niet heel erg mooi. Ik denk dat dit misschien een veel ergere ramp is dan in de film. Er zijn nu geen mensen, dus dat is wel een voordeel. Ik zei het ook al, ik zou niet te veel verwachten, meneer. Dat zei ik letterlijk in de intro. I told you so. Ik weet niet eens wat die domme T-Rex wil. Ground fiber. Overal waar je ziet is ground fiber. Bent u blij, meneer? U bent nog niet zo blij. Oh ja, kijk. Hij is aan het readjusten. Hij moet even 50% krijgen. Oké, dan kunnen we nu transport en dan krijg jij jouw eerste vriendje. Oké, dan kunnen we nog eventjes met de helikopter. En dan gaan we eventjes deze dino tranquilizen. En hebben we één loslopend beest. Geen idee waar die is. Die is waarschijnlijk gewoon gevlucht. Oh shit, we hebben hier ook nog een getranquilized die keer. Oh, die is nu dood. Whoops. Wat willen ze? Wat willen ze? Groundleaf, komt eraan. Groundfruit, komt eraan. Oh, dit is stressvol. Groundleaf, hier. Alle groundleaf die je wil. Hier, groundfruit. Zo, ben je blij? Comfort 80. Oh, shit. Yo, waar is die heli? I need you. Kijk, het chaos is echt veel minder. Hier, we hebben het gefixt. Er zijn een paar doden gevallen, maar... hier, comfort 100. Dat gaat amazing. Dat was vroeger niet, hè? Je kan nu gewoon echt best wel zieke shit... Shit maken. Wat, dat is wel ziek. Kijk dat oog. Oké, dat is echt heel erg ziek. We hebben niet zo de dino's bewonderd. Het was letterlijk maximum level stress. Heel de tijd, maar hé, dit is tof. Comfort, jij moet nog even 80% krijgen. Iets meer open space en meer prooien. Nou, kijk eens even wat je hebt hier, joh. Ouwe reus. Oh, maar ik kan dus ook dit. Wat? Vehicle under attack? Oh, shit. Ik heb het helemaal gemist. Holy moly. Kijk dit. Er liggen letterlijk brokstukken in het water. Holy moly. Dat heb ik gewoon helemaal gemist. Oh, dat is niet goed. Kom op, T-Rexy boy. Je moet het wel goed doen. Kijk, comfort 100. I did it. Hier, kijk, de viewing gallery. Is toch wel show view? What? Dat is ziek. Oh, als ze dan ook nog echt even oprecht hierheen zouden lopen. Je kan helemaal niks zien. Dat is wel heel erg tof gedaan. Dat vind ik leuk. Oh, shit. What is happening? What is happening, big boy? Oh, hij gaat eten of niet? Gaat hij eten? Oh, hij kijkt er eventjes naar, hoor. Dat is wel ziek, kijk die tenen. Wat een beest. Wat een beest. Yo, deze... Je kon dit ook wel verwachten. Dit heet Chaos Theory. Dus ik had het ook wel verwacht dat het chaos zou worden. Ik denk dat ik in de volgende video misschien iets rustigere game mode ga doen. Of gewoon zelf relax mijn parkje ga beginnen. Look at him go. I believe I can fly. Oké, die zit er nu ook in, hè? En hier. Je weet hoe we doen. Beam, bam, boom. Dit was... chaos. Ik zie jullie bij de volgende video. Later.